Helaas nog ook de kijkers thuis op het podium met nieuwe gasten, ook uit Heusden Zolder. Ik heb naast mij een fantastische dame staan, ze heet Esra. Esra, wat kom jij hier vertellen? Want ik heb een klein beetje een idee van, ik zie je bokshandschoenen lijken. Ik zie Christian op een handel naast jou staan, of toch een lookalike. Wie ben je en welke club kom jij vertegenwoordigen? Hallo allemaal, ik ben Esra Tiran. Ik ben lid van de Lezen 2 Justino Gym. Wij zijn een kick- en thai-box club en de eerste in Heusden Zolder. We bestaan zo'n tweetal jaar ongeveer, dus nog een redelijk recente club. En we zouden vandaag graag een voorstel doen. Oké, een voorstel. Met wie ga je vechten? Ik ga niet vechten, ik heb niet de juiste outfit aan. Maar ik heb twee talenten. Twee talenten? Maar dat is wel niet eerlijk. Vind ik. Ja, mensen, vinden jullie dat eerlijk? Zo'n grote jongen tegen zo'n lieve kleine jongen. Allee, ook grote jongen. Gaat dat lukken? Ja. Wie ben jij? Malik. Kan je hem makkelijk aan? Ja. Gaat dat lukken? Ja, zeker. Ja? Voorzichtig, hè? Ja, zeker. Goed, dames en heren, geef ze een applaus. Daar gaan ze, voor de wacht. Wel, dames en heren, een beetje aanmoedigen mag natuurlijk ook, hè. Come on! Dit is The Rumble of the Jungle! Jawel, dames en heren, we kloppen allemaal die handjes bij elkaar. Dank u wel. Jawel, ik kom er stilletjes aan de finale. Dan wordt u ook getrapt, dames en heren. Daar gaan we. Hopsakee. Dames en heren, geef ze nog een groot applaus, onze twee vechters hier. Ja. Maar we gaan het zo niet laten. Dames en heren, is er iemand in de zaal die het tegen hem wilt komen opnemen nu? Wie is vrijwilliger? Kom maar. Esra, graag geef ik jou nog het woord, want jij wilt nog een belangrijke aankondiging doen, dames en heren, want binnenkort hier in Heusden Zolder. Organiseren wij onze allereerste gala op 4 mei 2019. En hierbij wil ik jullie allemaal uitnodigen, dus jullie zijn allemaal van harte welkom. Graag tot dan. Dames en heren, wat een prachtige club, wat een atleten. Een laatste groot applaus en over naar de studio.